Het was afgelopen zondag een emotioneel moment voor pater Toon te Dorsthorst om de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk in het dorp Ligorio over te dragen aan pater Kenneth Vigelantzoon. Volgens pater Toon was het heel prettig werken in het dorp. Hij heeft in 1982 het werk overgenomen van pater Willebrands. Vanwege werkzaamheden in het RK Bisdomkantoor moest de Dorsthorst een hele poos in Paramaribo vertoeven. Vanaf pater Karel Tjuni de leiding van het bisdom heeft overgenomen, heeft pater Toon zijn werkzaamheden in het binnenland weer opgepakt. Ik ben zo dat je pater Kenneth, de andere van wat hij zegt toe, en een jongen uit hem, ik dacht dat ook, nu moet dan ook naar Matawai zee, West-Suriname zee, de Dorwa Chava Pura, naar Oost-Marienburg, Kanawapibo. Dus Uruguay, die is dan ook naar Dorwa, is dat Uruguay die net er is. Dus mijn hoop, over is hij, dat ik om elkaar. Ja. Ja. Dan Sabitaki, te gado giu a pikinso farantwortu, dan a pikinso sani yavi fukutaki na fesi fugado. Ma te gado giu furu roko, en itaki ya yami de masa, yami de gilito, yami de masa, na masa tekemi, dan give furu farantwortu. Paiti woko yaso, ome yari na leo. Ano pe pesan. Drie tenti en drie jaar aan mijn zuster, look om mijn sembe de miti. Om mijn leisi de aino lo wata, bekam mijn sembe na mijn sommer de abi gwenti, kofroosi gwe, de no si de mo. Ete, noti be hoor paiti abaka. Foto sembe taki udei krisas, dat wat taki moni ande rakonde. Dat wat taki lanti nomandu furu giyuna nami. A foto dai ka sabita ki da teo kwa aki dai sabita ki de no do furu tu rika moni ale aso de taki magado de amen e te abi gado ino campina pater Vigelantzoon en daarvoor pater te Dorsthorst die afscheid neemt van de kerkgemeente in het dorp Ligorio. Ligorio is een dorp gelegen aan de Gran Rio in boven Suriname. Het dorp is ontstaan ten tijde van de catechisatie in de jaren 20 van de vorige eeuw. En het was de eerste plek in dat gebied waar een school is opgericht door de Rooms-Katholieke Kerk. Diezelfde dag is de RKBO-school verzelfstandigd en heeft een nieuwe naam gehad. De school staat er sinds 1930. Zonder een eigen naam, omdat het een dependance van het dorp Simoisi was. Pater Toon te Dorsthorst nam een duik in de geschiedenis en gaf aan dat in 1951 de RK-kerk vanwege geldgebrek genoodzaakt was de school te sluiten. Maar dan meester Marcus Pobossi, dan is dat nog aan de kant als we die zo tappen. Dan en we wang, dan heeft die lobby dan een kracht, een challenge voor op jaar, zonder money, zonder ondersteuning van de Wansma. En in 1982 die met ik Abra naar drie lokale debatten. Dan, als ik ook gro, agro, no, naar hoe many lokaal? Negen lokaal, ja. Hoe wij, want to bij, te agro. Hoe many te als ik ook heb, no, 234. Dus, want is ding als ik ook, kan ik toepje nog op de, naar meester Marcus, toepje nog op. Want meester Marcus negi op. Ik word erop. En als je kijkt, aan wie ze scoren die zie, nou, want to smaak no more, ben de. Want meestal moest draaien alle zes klas. Maar toch, als je kijkt, short plan soon, Ligorio, Mickey, Gilanti, Gikerki. A biggie. En zo je ziet, San Lobby kan doen. Als blijk van waardering voor zijn doorzetting en liefde, is de school vernoemd naar Marcus Pobossi.